is er nou weer aan de hand? Wat is dat nou? Waarom doet mijn camera zo raar? Maar goed, in ieder geval. Welkom bij Vlogmas dag 21. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag alweer 21 december. We zijn alweer flink over de helft. Nog 3 dagen en dan is het gewoon voorbij. Maar daar wil ik nog niet aan denken hoor. Echt niet. Het gaat veel te snel. In ieder geval, goedemorgen allemaal. Ik ben inmiddels aangekleed en ik ben lekker wakker. Ik heb dit lekkere warme jack vest. Ik weet niet, ze zeggen dat het een jack is, maar ik vind het gewoon een vest. Want het is niet zo heel erg dik, maar het is wel vlies. Die doe ik vandaag aan. Ik heb er een zwart topje onder, omdat al mijn zwarte shirts zijn verdwenen. Ik weet niet waar ze zijn. Geen flauw idee. Zwarte broek. Ik heb nu nog geen schoenen aan. Die doe ik zo meteen wel aan. Ik doe zo meteen halve sokjes aan met mijn zwarte Nikes. En dan gaan we zo gewoon alweer naar school toe. Ik heb nog ongeveer een half uurtje voordat ik weg moet. Dus ik ga eventjes op mijn gemak ontbijten beneden. En even gezellig met mijn moeder kletsen. Want dat heb ik gisteravond ook helemaal niet gedaan natuurlijk. Ik ben natuurlijk gisteren thuisgekomen, huiswerk gemaakt, spullen opgeruimd en video in de render gezet. En toen ben ik gaan slapen. Het is in ieder geval wel geüpload vanmorgen, dus de vlog van gisteren is gelukkig wel op tijd gekomen. Ondanks dat ik er gisteren heel erg bang voor was dat hij het niet zou komen. Maar hij is gewoon gelukkig op tijd. Tas ingepakt, ik neem vandaag gewoon een zwarte handschoen mee, want we hebben vandaag toch niet zo heel veel. We hebben vandaag wel de presentatie waar ik zoveel stress over had de afgelopen week. Omdat mijn editprogramma het natuurlijk niet meer deed. Het is allemaal goed gekomen. Ik moest alleen alles gisteren nog snel afmaken. Want ik ben natuurlijk dinsdag pas aan begonnen omdat ik opnieuw moest beginnen. Maar hopelijk is het wel een beetje gelukt. Er is alles wat ik erin moest behandelen aan bod gekomen. Dus ja, we gaan het allemaal zien vandaag. Ik hoop dat dat wel goed komt. Maar ik denk het wel. In ieder geval zit ik vandaag tot 4:30. Ik denk niet langer. Ik hoop ook totaal niet langer. Ik hoop zelfs wat eerder. Want dat kost me alleen maar meer tijd om dan hele stress voordat mijn vader thuis nog alles te moeten verstoppen en doen en weet ik het allemaal. Maar ik ga nu in ieder geval eerst even mijn gemak houden beneden en eventjes ontbijten. Ik heb nu best wel honger. Ik heb trouwens ook heel veel keelpijn en ik ben een beetje verkouden. En daar gaat griep vaak mee beginnen. Aangezien mijn oma ziek is, mijn oom gisteren ook keelpijn kreeg, mijn moeder ziek is. Jesse is natuurlijk ziek, die heeft oorontsteking. Verder is er denk ik niemand ziek. Dus laten we het ook zo houden. Maar ik wil ook niet ziek worden. Want morgen komt er iets heel erg leuks. Wat ik nog niet ga vertellen. Want dat gaan jullie in de vlog van morgen pas zien. Maar genoeg praat. Ik ga even naar beneden. Hey. Hi. Dag, weet ik veel. Nou, je hoort eens enthousiast te zijn. Het is bijna 24. Nee, het is bijna afgelopen. Hè? Oh, het is dag 12. Leuk hè? Dag 12. Omgekeerd. We gaan terug. Oh, we krijgen nog een fles rum. We gaan terug. Wat is dat? 12, weet je het nog? Stop even met de vaart. Ik lig warm in de taart. Wat mijn taart eruit? Ik lig warm in de haard. Bro, for men. Oh, de toilet. Oeh. Ik ben mijn matte. Ik ben bro. Tik hem aan houden. Oh, ik heb net met Rio even gezeten en die ging vol op mijn ogen staan met zijn nagel. Oh, dat is zozeer. Ik ga even douchen. Ik ga mijn haar wassen. Want dat is echt heel erg vettig. Dus dat ga ik even doen. Ik heb net de avond gegeten. Ik heb lasagne gegeten. Misschien ook soms nog even iets van een toetje of fruit of zo gegeten. En even wat YouTube video's bijkijken. Want dat moet ik ook nog eigenlijk wel doen. Dus dat ga ik nu ook even doen. Maar ik ga eerst even lekker warm onder de douche. Even relaxen. Goed. Ik ben klaar met douchen. Het is tijd om de vlog af te sluiten. Ik ga mijn tas omwisselen voor morgen. En dan ga ik gauw deze vlog editen en slapen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Deze video een beluidendje omhoog. En ik zie jullie morgen bij een nieuwe Vlogmas. Doeg!